twee plantenpotjes op pootjes. Ideaal. Ideaal. Chocola met Baileys. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. Misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube video's, mijn eigen YouTube kanaal Christina K. En vandaag heb ik absoluut weer een shoplog. En Action heeft aan mij gevraagd om even tussen de nieuwe spulletjes van Action te kijken. En ik dacht, even kijken hoe ik de nieuwe items ga herkennen in de winkel. En weet je wat, ik kom daar zo vaak. Ik liep één rondje en ik wist het al direct. Dit is nieuw, dit is nieuw, dit is nieuw. Dus ik heb even gekeken wat ik nodig had. En normaal gesproken shop ik echt altijd voor mezelf. En absoluut heb ik dat weer gedaan vandaag. Maar ik heb ook even wat dingen gehaald voor andere mensen in mijn leven. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb geshopt. En het is een heleboel. Want ik heb twee tassen vol. Blijf dan gezellig even kijken. En doe natuurlijk ook even je duimpje omhoog. En abonneer ook even op het kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké. Oh mijn god. Ik heb als eerste dus gekeken naar de dingen die ik nodig had. En ik zag dat zij dus deze spiegel nieuw hebben. Ik heb ook even inspiratie opgedaan op de website tussen de nieuwe items. En toen zag ik deze spiegel ertussen staan en ik dacht, dit is eigenlijk perfect voor mij. Want ik vind het in de ochtend nu ook niet licht genoeg om mijn make-up te doen. In de avond, in de middag of zo wordt het ook heel snel donker. Als ik het even wil bijwerken of wat dan ook, moet ik echt mijn hele studiolampen opzetten. Maar dit is natuurlijk veel handiger en makkelijker. Dus ik heb hier spiegel met ledlichtjes. Maar nu zit ik ernaar te kijken en ik denk dat ik hier batterijen voor nodig heb, die ik uiteraard nog steeds niet heb. Oh mijn god, ik heb echt batterijen nodig. Ja, het werkt inderdaad op batterijen. Ik kan nu helaas niet laten zien hoe het werkt, jongens. Dit is hoe de spiegel eruit ziet. Met die lampjes dus. Hij is vrij groot, moet ik zeggen. En dit is echt fantastisch voor in mijn huis. Handig. Heel erg handig. De spiegel heeft €5,49 gekost. En dan heb ik iets van dezelfde afdeling, een beetje in dezelfde trant. Dit is eigenlijk iets wat ik al zo lang zoek, dus ik weet ook niet precies of het nieuw in de winkel is. Maar het was in ieder geval nieuw voor mij. Het was ook bijna uitverkocht. Het was de allerlaatste die ik zag. Maar letterlijk, dit is precies waar ik de afgelopen tijd steeds naar zit te googelen. En dit is zo'n make-up lichtje met zuignappen op batterijen. Je zou bijna denken dat als ik zoveel dingen koop waar je batterijen voor nodig heb, dat ik dan ook batterijen ga kopen. Maar nee, niks is minder waar. Dit is hoe het eruit ziet. Dat zijn dus vier lampjes. Aan de zijk of aan de achterkant heb je dus twee zuignappen, wat mij dus ideaal leek in mijn badkamer. Om de lampen zo om de spiegel vast te maken. En dan heb ik dus altijd even wat beter licht. Hier hebben we een knopje weer aan de zijkant. Ik ben zo benieuwd. Dit is precies wat ik al die tijd nodig had. Dus ik heb het gewoon nooit gezien. Ik weet niet of het nieuw is zoals ik al zei. Maar ik heb het gewoon nog nooit eerder gezien. En ik ben zo blij met deze vondst. En dit is hoe de doos eruit ziet. Dus dat zijn de LED make-up lights. En deze kost €3,49. Wij gaan door. Ik heb dus voor het eerst in de kinderafdeling gekeken. Want ik zocht een cadeautje voor mijn neefje. Ik zag een heleboel leuke speelgoed en leuke dingen. En ik zag dit en ik dacht, ik weet niet wat het is, maar ik wil het gaan hebben. Dino Ice Age Surprise. En kijk nou hoe leuk het eruit ziet. Ik kreeg zelf dus helemaal zin om dit te gaan openmaken en kijken wat hier nou in zit. Moet je nagaan, als ik al zo enthousiast ben van zo'n grote ei met een klauw eruit. Hoe enthousiast moet dan wel niet mijn neefje worden? Het kost €15,95. Dus dat is nog aardig prijzig. Dus ik verwacht een heleboel wat hierin zit. Volgende. Dit zag ik bij weekacties. En dan weet ik niet precies of dit echt nieuw was. Maar in ieder geval, dit was bij de weekactie van deze week. Een kandelaar. Voor mijzelf, uiteraard. Voor in dit huis. Maar kijk hoe schattig. Dit vind ik heel leuk. En het past super goed bij mijn huis. Want het is zwart en simpel. Maar ik denk dat dit dus heel leuk is. Als hier dus een kaarsje in zit. En dat dan die, met die strepen, dat het dan mooi licht eraf komt. En deze kost €5,95. Vind ik echt een heel mooi prijsje inderdaad. Voor zoiets moois. Het zit echt mooi in elkaar. En ik kan ook niet wachten om hier een mooi kaarsje in te doen en het aan te steken. De vorige keer dat ik bij Action was, zag ik dit ook. En toen wilde ik het ook al meenemen. Maar het is Baileys chocola. En het is salted caramel milk chocolate bar with Baileys.
Wauw. Ik kijk dus heel vaak tussen de snoepafdeling. Maar ik probeer mezelf sterk te houden en niet altijd wat mee te nemen. Nu ik dit zeg, bedenk me weer dat ik vorige keer ook iets van chocola mee had. En best wel vaak echt wel chocola meeneem. Dus wat ik nu zeg, dat slaat nergens op. Maar dit lijkt mij toch lekker. Oh mijn god, met Baileys. Chocola met Baileys. En het kost €1,79 per stuk. Dan zag ik iets dus op de website van Action. Tussen de nieuwe items en ik dacht, oh mijn god, dit heb ik nodig. En dat had ik me daarvoor nog niet gerealiseerd. Kijk, dit is zo'n, wat is het woord hiervoor? Een deurkapstok, uiteraard. Een deurkapstok, deze kost €3,29, even tussendoor. En wat dus ideaal hieraan is, is dat je hem zo kan hangen aan de deur. Wacht, hier zie je het beter. Zie je dat? Met die haakjes. En dan kan je dus heel veel dingen ophangen. Ideaal. Ik heb zoiets nog niet in mijn badkamer. En dat wil ik eigenlijk daarvoor gaan gebruiken. Dat ik mijn handdoeken en misschien een badjas kan ophangen. Ideaal. Ideaal. Je hoeft niet te boren, je hoeft niks te doen. En als je hem vervelend vindt aan die deur, kan je hem makkelijk overzetten aan de andere deur. Fantastisch. Je hebt hem ook in het wit. Dan is mijn favoriete nieuwe afdeling de kussens en de dekensafdeling. En ik heb wederom iets meegenomen. Dit vond ik heel erg mooi. Ik heb trouwens hier nog een dekentje die komt van Action. Ik heb heel veel dingen die komen van Action. I love it. I love it. Het is ook, ze hebben nu daar zo ongelooflijk veel dingen dat je denkt van, oké, als je nu wil inslaan, dan is het moment absoluut om dat nu te doen. Want ze hebben zoveel mooie dingen. Zoveel nieuwe kussens lopen, allemaal lekker fluffy dingen, dekentjes en dat soort dingen. En dat heb ik nu al best wel veel in mijn shoplogs laten zien. En nu heb ik dus twee kussens erbij gehaald. En dit is hoe ze eruit zien. Ik vind ze heel erg leuk. En deze heb ik dus gekocht voor mijn broer. Want de vorige keer kocht ik een dekentje voor hem. En nu heb ik dus twee kussentjes erbij gekocht. En dat lijkt mij dus echt een perfect cadeau bij elkaar. Dus dat ga ik aan hem geven. En deze vond ik dus heel mooi. Gewoon heel stylish. En perfect voor een man, toch? En deze kussens kosten €5,79 per stuk. Oh, pretty. Oh mijn god. Ik ben alweer bij het laatste aangekomen. Dit is zo leuk. Wacht, laat mij even dit uit de doos halen. Nee, weet je wat? Ik laat nog eerst even de doos zien. Want dan weet je tenminste wat ik bedoel. Dit zijn twee plantenpotjes. Op van die pootjes. En er zitten ook echt twee van in. Eentje is groter, de andere is iets kleiner. Even kijken. Oh mijn god, ja. Dit is ook nog echt een hele prima grootte. En dit is iets kleiner dus. Kijk, dit is dus de grootte. En dan heb je van die pootjes erbij. Zo. Hupskee. En hij staat. Leuk. En dan heb je zo twee bij elkaar. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel leuk bij elkaar. Wederom, ik heb dit nog nooit eerder gezien. Dus ik ga ervan uit dat het nieuw is. Het zat daar bij de planten in de buurt. En ik kijk daar altijd. Vazenpotten kijk ik altijd naar. En dat heb ik gewoon nog niet eerder gezien. En ze waren er ook in het wit. En het kost €9,95. Dus voor twee potten en twee standaarden vind ik echt een hele mooie prijs. En het was eigenlijk alles wat ik heb gekocht. Ik heb ook echt twee hele grote tassen. Vol. Want ik heb ook hele grote spullen gekocht. Maar in ieder geval, ik vond het heel leuk om even tussen de nieuwe spullen te kijken. En ik ben wel weer erg bij interieur gestopt. Misschien is het tijd voor mij om ergens anders te kijken. Misschien weer beauty of verzorging. Of laat even weten in de comments als je iets leuks voor mij bedenkt. En dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet, het assortiment bij Action gaat natuurlijk heel snel weer de deur uit. Dus als je iets leuks ziet, ren snel naar de winkel. Want voordat je het weet, is het weer uitgekocht. En dat is zonde. En dat is jammer. En je weet niet wanneer het terugkomt en of het ooit terugkomt. Dus wees er snel bij. In ieder geval, ik hoop dat jullie de video weer eens leuk vonden. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je dat nog niet hebt gedaan. En te abonneren op dit kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!